Hi, ik ben Vanessa van het IAP en ik sta hier met... Rosa. Rosalien. Anna. Jamie. Marta. Hoi Teen, hoe oud ben jij? Ik ben 9, bijna 10. 12. 10. 11. 11. 11. We gaan rappen of zo. Ik weet niet meer echt zo goed. Maar we gaan in ieder geval iets met zang doen. En dan gaan we dat een eigen liedje opnemen of zo. Misschien krijgen we nog een paar tips. Van er komen misschien ook meer beroemde mensen die misschien wat tips geven. Ik denk gewoon dat het leuk wordt. Heb je wel eens eerder iets gedaan met zang of rap? Ja, ik zat vroeger op zangles, maar het heb ik al heel lang niet meer gedaan. Ik weet niet echt, dit is de eerste keer dat ik zeg maar iets met zang doe. Ik zing wel, maar niet echt in een zanggroep of zoiets. Ik zit in een band wel. En wat is de naam van die band? We hebben niet echt een naam. Kan je goed zingen, ja? Ik vind zelf dat het wel redelijk is, maar iedereen zegt dat ik het heel mooi kan. Dus. Oké, wil je dat stukje laten horen dan? Nee. Nee. Alsjeblieft? Nee, dan word ik zenuwachtig van. Goedemiddag, ik sta nu bij Studio West en ik sta hier met meneer... Marlon Hoefdraad. En waar zijn we nu? Wij zijn in Osdorp en we zitten dus in Studio West. We zitten in de ruimte, dat heet de Black Room. En daar wordt onder andere theater gegeven, streetdance en zanglessen. En u geeft zelf? Ik ben zelf de zangleraar hier. Oké, en u kunt dus uitsluitend goed zingen? Ik kan wel een nootje zingen. Ja. In my heart, baby. Alsjeblieft. Zijn er veel bekende mensen hier komen optreden of hun nummer komen opnemen? Er zijn inderdaad heel veel bekende mensen hier gekomen, zoals Brace, de jongens van Replay, Gordon, Kaliber, Robert ten Brink is ooit een keer hier geweest. Heel veel mensen uit de showbiz-wereld, Joop van den Ende ook onder andere, heb ik ook heel veel talenten voor verschillende musicals, zoals Annie en The Lion King, heb ik dus getraind en opgeleid. Oké, en als u ze nu ziet, bent u dat trots wat u heeft gedaan voor ze? Ik ben heel trots als ik ze zie op tv en in de kranten lees en de recensies en dergelijke, ja. Oké, kunt u iets vertellen over deze studio? Studio West is een centrum voor talentontwikkeling. En daar kan je dus alles leren op het gebied van entertainment. Dingen dus wat je in principe niet op school kan leren, die kan je dus wel hier leren. Als je zeg maar een rapartiest bent, heb je altijd ook muziek nodig. Dus we hebben een beat nodig. Ik heb hier een cd met beats. En we gaan zo dadelijk een beat uitkiezen om op te rappen. Maar we moeten een passende beat vinden. Dus voordat we een passende beat gaan zoeken, hebben we een onderwerp nodig. En jullie mogen met zelf een onderwerp kiezen wat voor jullie interessant is om over te rappen. Mensen, jeugd. Amsterdam. Amsterdam, dat is ook leuk. Ja, ik hoop dat het over Amsterdam. Dat het oud maakt wie je bent. Hoezo? Ja, we hebben. Ja. Nou, je bent jezelf. Oh, je bent jezelf. Oké, we hebben nu een onderwerp. Dan ga ik een aantal beats laten horen. En dan moet jullie even kijken wat voor jullie gewoon een lekkere beat is om op te rappen, oké? Maar die geluiden vind ik niet zo mooi, daar kan je het beter over kermis houden. Maar misschien gaat het nog verder. Ik vind het wel goed. Ik vind het wel goed. Maar je bent jezelf, dus moet je een beetje uitleggen wie je bent. Twee. Mogen we die nog?
is wel cool. Ja. Nog een keer. Oké, okay, daar gaan we. Een overdreven articuleren, wat ik net voor heb. 1, 2, 3. Freestyle is eigenlijk een onderdeel van rap. Freestyle betekent zeg maar als je op een moment dat jij bijvoorbeeld een onderwerp geeft, ik ter plekke er iets over kan verzinnen. En precies, dat noemen ze een freestyle rap. En ik denk dat elke rapper wel ook, want je hebt niet zeg maar, freestyle is niet een aparte rapsoort ofzo, het is zeg maar een rap onderdeel. En niet alle rappers freestylen, sommigen willen echt een tekst schrijven en rappen eigenlijk alleen datgene wat ze op papier schrijven. Maar er zijn ook rappers die gewoon bijvoorbeeld bij een spit battle elkaar gaan dissen en zo. En dat noemen ze dan freestylen. Dus ik kan beide eigenlijk. Maar mijn voorkeur gaat toch uit om teksten te schrijven, want dan kan je meer nadenken over een bepaald onderwerp en dan heb je toch vaak een mooie resultaat. Nou, ik heb een vraagje voor jullie. En wie kan mij uitleggen wat rappen, wat is dat nou rappen? Dus wie mij eigenlijk kon uitleggen wat rap eigenlijk betekent zeg maar, en wat je antwoord zingen. Opgeven. Snel zingen. Ja. Oké, dus als ik nu snel zou zingen, dan kan je dat gewoon rappen noemen. Ja. Als je bijvoorbeeld een rap hoort, wat valt je op aan een rap? Wanneer is iets een rap? Als ik bijvoorbeeld een boek lees en een bladzijde uit een bepaald boek lees en ik zeg het heel snel achter elkaar, is het dan ook een rap? Nee, het moet wel rijmen. Het moet rijmen? Ja. Oké, dus alle raps moeten rijmen? Maar niet altijd. Ja, anders is het niet altijd. Echt een rap. Maar behalve de refrein hoeft niet te rijmen. Dat hoeft niet per se te rijmen. Oké, okay. dus zeg maar, als je een rap maakt, dan moet het eigenlijk rijmen. Maar je hebt ook een andere soort vorm van rap, dat noemen ze een beetje poëzie en spoken word. Dat is ook een soort van vorm van rap, maar dat is ook niet echt rijmend. Dus zo duidelijk als we een rap gaan schrijven, hoeft het voor mij niet per se te rijmen. Wat belangrijk is dat het gewoon leuk klinkt. We hebben nu een beat gekozen, dus het is gewoon belangrijk dat jullie flow, dus jullie tekst, zo duidelijk echt meegaat met de beat. Dat is het belangrijkste. Kijk, we hebben een onderwerp gekozen. Je bent jezelf, we hebben een beat, dus we zijn nu eigenlijk op de helft, maar... Wat de bedoeling van nu is om zeg maar informatie in te zamelen over het onderwerp. Dus we gaan sowieso een klein debat houden. Weet je wat een debat betekent? Stemmen? Komt in de buurt, Rinus? Over iets praten misschien. Waarom? Over iets praten en dan schrijven. Juist. We gaan een soort van debat voeren. Het andere moeilijke wordt een dialoog. Om het even te vertalen. We gaan een soort gesprekje voeren, een soort van discussie. Dan gaan we praten over het onderwerp, je bent jezelf. En dan wil ik dat jullie allemaal voorbeelden noemen van wanneer ben je zelf en wanneer je juist niet. En dingetjes die je hebt meegemaakt op dat vlak. En dan gaan we al die dingetjes opschrijven. En aan de hand van die dingetjes die we opschrijven, gaan we een rap maken. Je naam geeft aan wie je bent. Yes. Oké, schrijf op. Dat vind ik een hele goeie. Je naam geeft aan wie je bent. Dat is een hele logische. Je naam geeft aan wie je bent. Ja. Die moet je onthouden, jongen. Die ga ik in een rap verwerken, dat is een goeie. Als je jezelf niet leuk vindt en ja, je wil wel zo zijn als die anderen, maar je kan het niet. Dat ze dan mee gaan lopen. Of je vindt het eng, je hebt te weinig zelfvertrouwen. Ja. Dat het dan voor jou makkelijk is om juist aan anderen voor te doen. Ja, okay. En hun zeg maar alles laten doen. En ik snap hem.